De kritiek op de regering met betrekking tot het benoemingenbeleid. Ze blijven maar opkomen. Elke persconferentie vraagt de samenleving dat we deze vragen stellen, zowel aan de president als de VP. Bent u bereid functies van uw familieleden, waaronder uw broer, terug te draaien? Nou, natuurlijk. Ik ben niet bereid om niks terug te draaien. Ik ben een eerlijke man. Als ik iemand benoem, dan heb ik iemand benoemd. Ja, en ik kan niet zeggen van omdat iemand klaagt, dan ga je zeggen omdat iemand klaagt, dan moet ik iets terugdraaien. Wanneer iets niet correct is gegaan, dan ben ik mans genoeg om dat terug te draaien, te laten draaien. Maar als iemand iets verdient, en ik laat me niet leiden door kritiek die zegt van oh, mijn familie, dus mijn familie mogen niet eten. Dus als het zo is, dat je wordt vicepresident en al je familieleden mogen geen werk meer vinden. Als je andere werkgever CP. Okay, dus dat is geen hoofdpijn, maar ik zeg u dat wanneer het gaat over benoeming, en ik kan niet zo zijn dat je neemt je broer en zegt, je gaat al, hoeveel functie gaat mijn broer kunnen doen? Ja. Drie zijn er. Drie. Ja, ja, okay. Drie functie en andere mensen hebben meer dan 10. Okay, dus ik heb dit ook gezegd, ik heb gezegd. Niet alleen Leo Brunswijk heeft meer dan 3 functies. Wat die functies zijn dit? Ik kan hem ook mogen zeggen van, hey, laat al die functies, want hij verdient niks veel daaraan. Ja. Hij kan meer verdienen aan het voortveld. Het benoemingenbeleid van de regering is nationaal en internationaal steeds onder vuur genomen. En u heeft vaker gezegd dit te zullen bespreken in de regeringstop. Zijn er resultaten en welke benoemingen zullen of zijn al teruggedraaid of zullen teruggedraaid worden? Of als dat nog niet is gebeurd, wanneer zegt u per zo'n datum willen we deze benoemingen terugdraaien? Dat van benoemingsbeleid, ja, er is over gesproken in de coalitie. We hebben geëvalueerd, alleen zeggen we niet alleen binnen die regering, niet alleen binnen die overheid moeten we evalueren, maar laten we evalueren naar de DNA-fractie, naar de staatsraad, naar de districtcommissarissen, naar die parastatale besturen toe. En dat staat op agenda, dat is afgelopen week afgesproken, om dat ook in de coalitietop verder te bespreken. Sami heeft gevraagd, is er een tijdspad concreet afgesproken binnen de regeringstop? Wanneer die benoemingen waarover de samenleving is gevallen, wanneer die worden teruggedraaid? Ik heb gezegd, we hebben al die evaluatie binnen de regering gehad. We hebben de evaluatie uitgezet naar alle raden van commissarissen die benoemd zijn. Hoe ze functioneren, hoe ze niet functioneren. Want ze hebben opdracht gehad bij de installatie. We hebben gevraagd van alle districtcommissarissen die benoemd zijn. We hebben de staatsraadleden gevraagd, evaluatie die benoemd zijn. Maar natuurlijk moet ook de DNA-fractie gaan evalueren hoe zijn coalitieverband afgelopen jaar gefungeerd heeft. Nogmaals, we kijken uit naar alle evaluatieresultaten, zodat we een integrale evaluatie kunnen plegen. Het tijdpad wordt aangegeven. We gaan kijken hoe die benoemde functionaris gefunctioneerd hebben. Als bepaalde leden goed gefunctioneerd hebben, gezorgd hebben dat die corruptie is aangepakt in die parastatale bedrijven. Als bepaalde functionarissen hebben aangegeven dat ze beter performance leveren dan de vorige leden daar zo. Dan moet ook naar die aspecten kijken. Kijken wie goed gefunctioneerd is, zakelijk bekijken. En als er mensen zijn die niet goed gefunctioneerd hebben, die gaan we allemaal dan op die agenda plaatsen. Daarvoor zijn er afspraken gemaakt in de regeringstop. Bent u bereid functies van uw familieleden, waaronder uw broer, terug te draaien? Nou, natuurlijk. Ik ben niet bereid om niks terug te draaien. Ik ben een eerlijke man. Als ik iemand benoem, dan heb ik iemand benoemd. Ja, en ik kan niet zeggen van omdat iemand klaagt, dan ga je zeggen omdat iemand klaagt, dan moet ik iets terugdraaien. Wanneer iets niet correct is gegaan, dan ben ik mans genoeg om dat terug te draaien, te laten draaien. Maar als iemand iets verdient, en ik laat me niet leiden door kritiek die zegt van oh, mijn familie, dus mijn familie mogen niet eten. Dus als het zo is, dat je wordt vicepresident en al je familieleden mogen geen werk meer vinden. Als je andere werkgever CP. Okay, maar dus dat is geen hoofdpijn.